en welkom bij deel 2 van ons interieurproject De Passerie. We staan hier weer voor het huis. Het is inmiddels een paar maanden later en ook een stuk kouder zoals je ziet. Maar de eerste verbouwingen zijn begonnen. Het wordt waarschijnlijk een bed and breakfast, is nu al bekend, met wat stelkamers. Ze zijn binnen druk bezig om alles te slopen en te veranderen. Dat willen jullie allemaal graag laten zien. Dus we gaan even een kijkje nemen. Kom maar mee.